Staatsoliedirecteur Rudolf Elias heeft via het Nationaal Informatieinstituut wederom benadrukt dat blok 58, waar nieuwe oliereserven zijn gevonden, niet wordt verkocht. Dit zei hij naar aanleiding van de hardnekkige geruchten die de ronde doen op social media. Al zou hij door de regering onder druk worden gezet. Ook minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen ontkracht de geruchten. Akinboto onderstreept dat alleen staatsolie kan beslissen over oliegerelateerde zaken. Dat is zo geregeld bij de wet. Elias en Akinboto maakten deel uit van de delegatie onder leiding van president Desi Bouterse, die zich voor 3 dagen heeft teruggetrokken in Saramaka. En dat betekent dat we niet praten over blok 58. We weten nog niet eens wat daar zit. Dus we praten niet eens over verkopen of partijen die geïnteresseerd zijn. Ik moet u zeggen dat ontzettend veel partijen geïnteresseerd zijn over de hele wereld. Bij staatsolie vinden ze op dit moment 0 ingang als we praten over blok 58. Wat wel zo is, is dat we een gebied hebben die tussen blok 58 en Tamarejo ligt, waar ook de hele wereld in geïnteresseerd is. En daar gaan we een transparante bidding over houden. Dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Ook daar staat zowel de president als de president commissaris voor 100% achter dat we daar een transparante bidding gaan houden. Op het moment dat we voldoende informatie hebben. Laat me daarmee beginnen om aan te geven dat er een goede verstandhouding bestaat tussen die aandeelhouder en het bedrijf. Natuurlijk is er altijd belangstelling geweest van partijen. Voor de oliefonds, na bekendmaken dat we olie hebben gevonden, is de interesse natuurlijk steeds toegenomen. En partijen komen altijd praten. Ik, de korte tijd dat ik minister ben, heb ik al gesproken met een aantal landen. Ik heb gesproken met bedrijven uit Rusland, ik heb gesproken met bedrijven uit Ghana, ik heb gesproken met bedrijven uit China, ik heb gesproken met bedrijven uit Israël, die belangstelling hebben getoond om te praten met Suriname over oil en gas. Het is zo geweest dat je als regering, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, verantwoordelijk voor het beleid, mijnbouwbeleid, mag praten met verschillende partijen. Maar uiteindelijk, wanneer het moet komen tot een deal, moeten we die doorverwijzen naar staatsolie. President Bouterse vraagt de samenleving om nu meer dan ooit de richtlijnen van de regering te volgen in het kader van de coronacrisis. Hij maakt zich zorgen om het onverantwoordelijke gedrag van enkele burgers. Dan heb ik gevraagd dat we nu absoluut geen politiek moeten bedrijven met deze kwestie. Daarom heb ik gezegd, we hebben alles en iedereen nodig om samen te kijken hoe wij gaan overleven. Edoch, je ziet dat een groot deel gehoorzaamt, een groot deel begrijpt het. Toch zijn er sommige mensen die wat, ik wil bijna typeren als qua jonge streken willen uithalen, niet beseffende in welk gevaar ze de gemeenschap van ons vandaag aan de dag brengen. Hun zelf in gevaar brengen, maar ook anderen. We weten hoeveel honderden doden per dag in Italië te betreuren zijn. We weten hoeveel honderden in New York, we weten hoeveel honderden per dag doodgaan in Europa. Maar onze mensen beseffen het niet. Tot zover president Desi Bouterse. Hij drukte de samenleving op het hart de maatregelen van de overheid op te volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.